Vrienden en vriendinnen en andere lui die kijken. Het is dinsdag. Ik ga vandaag weer trainen en ik moet ook even naar de tandtechnieker voor mijn gebit. Dus ik heb weer een drukke dag. Ik wou dat er dus een keertje geen drukke dagen bestonden. Maar ja, in ieder geval. Dit is mijn ontbijt. Bestaat uit een ei ontwikkeld door kipfilet en door kaas. Allemaal weer koolhydraatarm. En een kop thee. Dan moet ik het opdoen vandaag. En ik heb een tip gekregen dat mijn mondje niet altijd in beeld is. Ja, dat zag ik ook wel, maar nu heb ik zo'n selfie stick. En dan proberen we het een beetje stabieler en mee te krijgen. Dus ik wens u een prettige dag verder. Zo, goedemiddag. We zijn er weer. Ik heb niet zo lang getraind, dat ging vandaag niet. Ik denk dat ik veel dingen aan mijn hoofd heb. En ook omdat ik alleen maar soep kan eten. Dus niet de nodige calorieën in de binnen krijg. Maar wel de koolhydraten. Ik heb maar anderhalf uur getraind. Het is niet lang voor mij doen. En als ik... als lunch heb ik, ik heb nog soep van gisteren, dus die heb ik warm gemaakt. En zo heb ik toch weer een heerlijk lunchje. Dus ik moet vanmiddag naar die tandtechnieker. En ik hoop dat het allemaal deze week allemaal in orde komt, want alleen maar soep eten, dat... Dan loop ik op leeg. Oké. Ik heb gehapt. Misschien volgende week donderdag is hij alweer klaar. Dus dan ga je soepies. Dus hele aardige tandtechnieken. Goedenavond. Dan zijn we weer met het item. Wat eten we vandaag? We eten vandaag vissoep. U ziet het hier al liggen. Ik heb er gaat winterpijn in, een prei, één grote aardappel, ik heb niet zoveel aardappels dus, visbouillon moeten we erbij maken en kabeljauwfilet, en dat wordt het. Ik ben vanmiddag bij die tandtechnieken geweest. En nou ja, hopelijk volgende week donderdag heb ik weer een gebiedje. Het wordt een week met soep eten. Soepie. Nou, alles is in blokjes gesneden. De aardappels, de winterwortel, winterpeen. De prei. Dan moet het even 5 minuten worden aangezet. En dan gaat er een liter water bij en een vis bouillon. Dat weet je. Wat ik vergeten heb te zeggen, dat heb ik ook nog bij nu. Dat is dit aan het zakje. Dat is Italiaanse kruidensaus. De helft van de kabeljauw, tenminste, zeg een kwart van de kabeljauw, die gaat er ook in. En als het allemaal
Na 15 minuten een beetje gekookt is, dan met de staaf mixen, even alles pureren en dan nog even dan de rest van de kabeljauw erbij in bochtjes en dan heb je een heel wat visoetje. Zo, daar zijn we dan weer. Ik hoop dat u nu mijn hele gezicht ziet. Ik heb nu van een tip gehad van iemand van Facebook. Die zei dat, ik heb het vanmorgen ook al verteld, van zo'n selfie stick. Het is, ja, het is misschien wel handig. Ja, vandaag eigenlijk alleen maar gerend voor mijn kunstgebiedje. Over een week is hij klaar, dus nog een week krijgt u allerlei soorten soepen van mij te zien die ik wel eens gemaakt heb en waar ik een lekker recept van heb. Vanavond heb ik een vissoep. Ja, het is een, gewoon een vissoep met kabeljauwfilet erin en wortelen, prei. En ja, het is jammer dat je het niet kan ruiken, maar de kruiden die erin zitten, die van het zakje, die zijn ook overheerlijk. Nou, daarna zit er kabeljauwfilet in en het is een vissoepje. Ik vanavond ga ik niet kijken naar het Nederlands elftal, want het is toch al een verloren zaak. Ik ga, waar ga ik naar kijken? Naar James Bond. Even de gedachten op nul. En dan, het is een film die ik zelf in de bioscoop heb gezien, in Amsterdam. In het Cineac of in Tyszynski. Een van die twee. Ik wens u een hele prettige avond en tot morgen.